provocatoren worden. Oké, ik zit bij de ministers, ik zal direct voor je regelen. Bedankt. O grote almachtige Jezus. Laat je maar ook al bedenken wat hoog is. Mijn neefje Stitch, die wil graag koning worden. Oké, we kunnen een gesprek regelen. Ga maar halen. Oké. Oh, wacht, ik voel iets komen. Ik moet naar de wc. Oh. Oeh. Oh. Ik zou graag koning willen worden. Mag ik ervan doen? Nou, je moet 7, eigenlijk 8 onmogelijk op 18 doen. Veel plezier ermee. Lekker dan. Opdracht 1. Burgemeester? Ja, ik heb van je gehoord. Straks was de naam, toch? Ja, ik kon mijn opdracht doen. Kom maar zitten. Zal ik uit. Er zijn 2 vogels en die schreeuwen zo hard dat iedereen er doof kon worden. Dus 2 vogels, heel erg hard schreeuwen en iedereen doof. Ja. Hoeveel mensen zijn er doof geworden? Een stuk of 100. Iedereen die valt weer. Zo. Oké, mevrouwtje, ik neem de opdracht aan. Oké. Ik zal erover nadenken. We zijn de vogels! Oh, de vogels. Ja, maar ik heb nagedacht hoe ik het moet doen. Hoe ik ze moet verslaan. Ja! Ik kan harder schreeuwen hoor. Ja! Ik ben even kwijt, vogels. Hallo, burgemeester. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik kom hier voor mijn 2e opdracht. Je hebt vast wel van mij gehoord. Wat is het probleem? We hebben wel een granaatappelboom. Alleen... Oh ja, sowieso met die lekkere vruchten toch? Ja. Alleen het probleem is, er zit echt een granaat in. Dus als iets valt, dan ontploft die. Ja. Oké. Kunt u mij die boom laten zien? Ja, tuurlijk. Sorry. Idee, ik ga de burgemeester halen. Ja, je komt bij de burgemeester, kom. Oké. Zie die schoorsteen daar? Die daar? Ja, die daar. Wat is er mis mee? Wat is die schoorsteen? Van wat gebouw? Nou, het is een soort fabriek voor buskruid en zo. Maar het is een fabriek waar je buskruid maakt. Ja. Maar een deel van het buskruid wordt verbrand en dat gaat dan uit de schoorsteen. Ja. En omdat de boom zo dicht bij de fabriek staat, neemt die boom. Die boom neemt dan het buskruid op en daardoor wordt het echt granaten. Je moet dus gewoon de fabriek sluiten. Ja, maar dat kan niet zomaar. Ja, er zijn natuurlijk mensen. Maar wacht. Je kan ook vuurwerk maken als ik koning word. Dan steken we daar. Oké, is goed. Opdracht 3. Oh, kom maar binnen. Hallo, ik ben Stash. Hoi. Was dat van me gehoord? Ja. Dit is dan mijn 3e opdracht. Zo. En wat heeft u voor mij? Ja, ik heb een probleem van een draak. Een draak? Ja. Er hangt allemaal zwavel in de lucht. Je kan er niet goed ademen. Dus niemand komt ook buiten? Nee. Dat is inderdaad wel heel rot. Ja. Je kunt dus ook niet zwemmen of zo? Nee. Echt niet? Nee. Wow. Ja.
ik zal er wat aan doen. Oké. Ja, dat is je opdracht dan. Hoe moet ik die draak nou verslaan? Idee! Kom maar binnen. Ik weet hoe ik de draak moet verslaan. Hoe dan? Nou, ik heb alle dode dieren hier. Oh. Die gaan natuurlijk dood van die zwavel. Ja. Gevuld met houtskool. Mm-hmm. En als die de draak eet die dieren op. En door dat houtskool. En dan komt er natuurlijk houtskool in zijn maag. Ja. En door die zwavel. En houtskool samen wordt buskruid. Ah. Dus ik schiet met een lichtpistool schiet ik in de mond van de draak. Mm-hmm. Het buskruid gaat branden en de draak ontploft. Het enige wat ik van u nodig heb is een lichtpistool. Een lichtpistool? Ja, ik dacht dat ik hem wel heb, alleen ik weet niet echt waar. Ik dacht dat ik hem ooit achter dit gordijn had gestopt. Ja. Oh, dank u wel. Ik ga meteen op pad. Oké. Okay. Zo gaan dat ze allemaal tegen elkaar aankomen en dan worden ze door elkaar tegengehouden. Dan kan je niet meer bewegen. Mag ik het plan uitgaan naar voren? Van mij wel. Wees voorzichtig, hè? Ja. Leven staan. Hier zit een luchtje aan. Zeg maar, wat een sukkel, hè, dat die dan gaat lopen. Ja, sukkel zo. Ze geloven ook alles, hè. Ja, van het medicijn wat jij alleen maar ziek. Ze blijven het ook nog komen. Ja, het heeft ons alleen maar gehad, dan. Ah. Wat hoor ik? Nee! Kom maar mee! Kom maar mee! Nee! Waarom? Nee!
straks dat je deze proef hebt gevangen. Graag gedaan hoor, mevrouwtje. Opdracht 6. Kom maar binnen, wie is dat? Hallo, ik ben Stach. Oh ja. En u had een probleem, hoor ik. Ja, er is hier een tovenaar. Een tovenaar, ja. En ja, die wil elke dag een offer die echt heel veel voor hem betekent. Ja. En als dat niet gebeurt, dan kiest hij zelf een offer. Oké. Okay. Maar je hoeft er nog niet over na te denken. Blijf hier maar lekker een nachtje slapen. Oké, okay, ik blijf hier lekker slapen. Dat is een goed idee. Hallo, ik ben de tovenaar. Ik wil een offer. Een offer? Oh ja, ja, ik ga wel mee. Ja? Oké, okay, kom maar mee dan. Maar... Oké, okay. Peace out, burgemeester! Doei! Veel plezier! Hé, hey, meneer tovenaar, wat gaat hij eigenlijk mee doen? Nou, je gaat mee naar huis toe en dan gooi ik je in het vuur wat elke dag offer. Hoezo moet er een offer in het vuur? Ja, anders gaat de stad dood. Dus ik word in de vuur gegooid. Ja, cool. Waar is het huis? Oh ja, hier is het vlakbij. Oké. Okay. Zo, dus dit is uw huis? Ja, en daar is het vuur. Het vuur? Ja, dat is het. Is dit het vuur? Ja. What the? Ook leuk. Ja. Oh, het wordt zwaar werk. Nou. Je begint er misschien wel oud voor te worden. Hoe oud ben je nu? 5 miljoen. Ja. 5 miljoen. Misschien begint u te oud te worden voor het werk. Elke dag met de stad en weer. Ja. Is er niet iets anders? Kunt u niet gewoon wat stoppen of zo? Nee. Als iemand vrijwillig inspringt, dan blijft het voor eeuwig branden. En dan gaat de stad zo niet. Nee, nooit. Waarom spreek je mezelf niet in? Dan ben je ook van die zon. Dan ben je ook van die last van. Ja, tegelijk. Nou, ja, ga maar weg. Ik wil je dit niet laten aanzien dat kind vuur spreekt. Oké. Okay. Hij sprong in het vuur. Opdracht 7! Stoel tillen, ja. Want als niet echt gewoon op de toren gaat.